klap op dat water, zeg. Je hebt net je vriend gezien hoe die ging, ga je toch? Nee, gelukkig niet. Jullie hebben houtjes aangebracht hier, dus... Maar je hebt het niet gezien? Nou, het is maar goed ook. Jullie hebben houtjes aangebracht. Hij bedoelt de steiger. Ze zijn geloof ik 4 dagen aan het werk geweest. Jullie hebben houtjes aangebracht. Nou, daar is dit Bob van Renen ook uit geweest. Met eenzelfde constructie als de... Zo! Die maakt hem net helemaal fraai, zeg. Die maakt 1,22. Die doet er veel korter, hoor. De schitterend gedaan. Ja, je hebt zijn gewicht misschien mee, hè. Kijk, en hup, intrekken die boel en klap op dat water, zie je? Maar kijk hoe de water opspat, zie je? Leg gelijk door de war dat water. Schitterend gedaan, hoor. Mooie klap daar. Hup, die haaien er weer heen. Oh nee, dat zijn, ja. Nee, dat zijn, wat zijn dat nou? Duikers. Oh, van de Koninklijke Marine. Dit is gemaakt van echt parachutedoek, helpt dat? Nee, het is van linnen is dat. Oh, van linnen? Nou, en lakens, ja. Dus uit iets van parachutedoek doen, maar dat is niet ervan gekomen. Nee. Je hebt daar een toeter als je wat tegenkomt onderweg. Ja. Onderweg daar, weet je. Ook de veiligheidsvoorschrift in acht genomen. Ja. Hey, heel veel succes met dat ding. Heel veel succes met dat ding. Nou, hij heeft ook de klok horen luiden, maar hij weet niet waar de kleep hoor. Je hebt gemaakt voor parachutedoek. Helemaal niet gemaakt voor parachutedoek, maar luistert natuurlijk half. Die mensen staan te vertellen en zo. Ja, ga een beetje staan praten met elkaar. Het is een uitzending bezig. Ja, daar gaat hij. Mooi! Mooi! Mooie klap op de water, zie je dat? Heel goed, die ballonnen er aan, dan vind je hem terug, hè? Hier staat. Het lijkt wel een soort indiaan naar beneden. Wat gaat u? Nou, dat was helemaal niet gek. Dat was helemaal niet gek. Zeg, wat idee zag je dat gebeuren? Dat was helemaal niet gek. Ik dacht dat de tijd was van 2,27. Ja, 2,27 van Robert de Boek. Robert de Boek, en dat is ook een beller. Dat is ook een beller, maar geef hier kijk, zeg. 2,27 met de Indianen. Hij doet voor de 4e keer mee en vorig jaar werd hij 2e. Wat denk je er dit jaar van? Nou, André, ik zit wel een beetje in zorgen. Mijn gebit klappert in mijn mond van de kou. Het weer is enorm slecht. Maar ik zal mijn best doen. Ik ben een echte West-Fries. En ik zal met hand en tand verzetten om een goede tijd neer te zetten. Oké, nou heel veel succes. Zo, wordt er even eentje fel, hè? Wordt er even eentje fel. Nou, met die Fries, hè? Zijn felle jongens, hè? Die gaan er tegenaan, hè? Kijk, wat heb je voor een rare oren? Wat een vreemde oren hebt hij voor u. Nou, wat gaat hij maken? Friesland! Mooi! Mooi, sorry, hij wou omhoog! Ja, nou het valt ook niet mee met dat weer. Ik zal maar zeggen, met dit weer op Schiphol vliegen ze niet. En hier gaat het gewoon maar door, hè. Het is toch knap, hè. Kijk, zie je, hij gaat achterover. Is jammer, hè. Dat was nummer 33, Joop Laan. En die maakt een tijd van 2,67. Nummer 33, Joop Laan, heeft 2,67. Ja, en daarmee de beste tijd. Dat was het vorig jaar. Hallo, we gaan die speaker gaan even herhalen wat ik net zeg. Dat heb ik net verteld allemaal. Ja, nummer 2. Ja, 2,67. Ja, hou nou maar. 2,67. Dit is de Vliegende Hollander uit Schagen. Vertel er eens wat van. Nou, het toestel is dus door 3 ingenieurs gebouwd, getest door TNO. En we willen dus ongeveer 20 minuten in de lucht blijven. 20 minuten. We hebben dus gisteren geprobeerd vanaf de kerk in Schagen. Ja. En het is een beetje misgelopen, want het landingsgestel had dus niet uitgeklapt. Nee. We hopen nou dus dat het dus goed dat is verbeterd. Oké, hey, heel veel succes, hè? Ja, heel veel succes. En ik zou eens een nieuw messie in mijn scheerapparaat doen. Moet je even kijken hoe die eruit ziet, hè? Het is waterafstotend papier, kun je zien, hè? Kijk, laat het nog een keer maken, dat is diezelfde. Dan kun je rustig bekijken, hè? Het gaat zo vlug anders, hè? Eigenlijk hadden we dit programma ook willen noemen Springer is in, in plaats van Vlieger is uit. Nou, dat hadden we van tevoren al bekend. Wie is dat nou weer? Jaap Huizinga uit Delft. Waar heb je dit toestel van gemaakt? Nou, van deksel en aluminium buis. Deksel en aluminium buis, heb je hem getest? Nee, dat niet. Dus je weet er ook niets van wat hier nog... Ik wil nog één ding zeggen. Ik kom oorspronkelijk niet uit Delft, maar uit de Polen. Ja. Friesland. Oh, dat wou je wel even duidelijk stellen. Ja, begrijp ik. Okay. Succes. Velle, die Fries, hè. Zijn velle. Meteen wat? Wat zei jij? Hup, Bob Delft, Friesland. Natuurlijk, hij heeft gelijk. Daar gaat het om. Dat is dus Joop Huizinga uit Friesland. En die gaat een schitterende tijd maken. Kan ik nu vast meedelen. Oh, daar gaat al een stok. Nee, dan zal het niet zo'n mooie tijd worden, denk ik. De hele stok ging er midden. Hoor je hem kraken? Jammer, hè. Dat is natuurlijk... Kijk, zie je. Hij rent een keer. Bom.
Zonde, hè? Zonde, hè? Had een mooie tijd kunnen maken, maar het is nu geworden 1.25. 1.25. Nou ja, ach, mooie lijst, hè? Ik bedoel, sommige mensen zijn blij met niks, hè? Ik heb eens iemand gezien, het duurde maar een tiende seconde, hè? Het gewicht, een steen. Wat gaan die doen met z'n allen? Wat een drukte daar, dat was. Wat is dit? Nou, dat hebben we toch al gezien. Kijk het weer te zien. Met die kapotte stok gaat hij weer springen. Dat heeft... Voor de volgende deelnemer heb ik een telegram gekregen. Dat is, even kijken hoor, Wiebe Koning. En er staat Wiebe, goede vlucht en behouden thuiskom. Veel succes en hopelijk tot morgen van Drankengroothandel Ankerman personeel uit Oosterwolde. Ja? Ja. Maar dit is bedankt hoor. Ja, dat is een steuntje hè? Ja, dat is een steuntje. Oké. Zeg, je hebt een fiets van een stief fietsstuur gemaakt, ja, hè? Hey, En je hebt het helemaal geplakt allemaal, het werk geweest. Ja, heel erg geweest hoor. Heel serieus gedaan, modelbouwer hè? Oké, succes. Nou, dan valt me mee van die van, hij kan lezen. Hoorde je dat? Hij kan lezen. Dan valt me wel even mee, hè. En opletten, het is ook fietsstuur, had hij meteen in de gaten. Hè? Ja, hij is wel een jongen die het even bekijkt. Je hebt geen tijd dat je even vertelt wie of wat het legt al beneden. Het was een mooi ding, helemaal een soort zelfbouw. En die gaat er weer. Hij blijft heel, dus het is in ieder geval goed. Wat een gigantisch apparaat, zeg. Zo, dat is even stapel. Willem, even hier komen. Ja, even hier komen. Zeg, Willem, dit is een gigantisch ding, hè? Heb je dit helemaal zelf gemaakt? Kan ik me niet voorstellen. We hebben met een team gewerkt eraan, hè? Met een team? Hoeveel mensen? Weken 4, mannen 5. Groot, hè? Waar je het van gemaakt? Nou, het is dakenlozeil. Spinhakenhoek. Ja. Vuurhout. Wat nog meer? Stevig hout. Ja, hè? Speciaal uitgerold. Kwastvrij. En het beweegt allemaal, je kan het allemaal zelf sturen, hoor. Ja, ik hoop dat ik wat heb, maar ja, we hebben tegenwind nodig. Ja, dat heb je niet, hè? Zonde. Maar daar zit iedere deelnemer mee. Heb je al meer mee gedaan met dit? Vorig jaar. En het toestel zelf heb ik al 3 keer beneden gelegen. Oh ja? En steeds weer gerepareerd? Nou, ik hoef hem niet te repareren. Het blijft, blijft heel. Kijk eens. Ik hoor dat, hè? Succes. Ook verbaasd over alles, hè? Het blijft heel. In Turbo heeft het heel toch stevig gemaakt. Kees Wester, en die gaat ook een mooie tijd maken. Maar ja, wat weer, die is helemaal geteerd. Doe er voor de zoveelste keer mee. Dus die weet van wanten natuurlijk. Hè. Ze geven me een duimpje van die toren af. En helemaal alleen zeilt hij dadelijk naar beneden. Kijk of alles even goed zit. Bungelt met de. En daar gaat hij. Let op. Op de kijk, kijk, dat karretje gaat blijven hangen. En daar, smooi, smooi. Hé, sorry dat gebeuren, hè. Tijd is even kijken, volgens mij 2.16. Hé, dat is van 2.16, ik heb het vergissen, hoor. Dat is mooi, hè, die aandrijving met die wieltjes, hè. Dus op Schiphol ook, hè, dan trekken ze die wieltjes in. Hier blijven de wieltjes hangen, maar het is natuurlijk hetzelfde systeem, zullen we maar zeggen, hè. Mooie tijd, hoor. Ja, wat er weer tussenstand. Kunnen jullie zelf even lezen. Joop Laan en wie is dat? Robert de Boek en Willy Keizers. Nou ja, dat kunnen jullie zelf ook allemaal lezen. Er hebben weer mensen gebeld die dus lid willen worden. Zo enthousiast over dit programma. Mensen na de uitzending komen dus de telefoonnummers. En die kunnen u draaien. En dan pas kunnen u lid. Dus heb geen nut om nou te bellen.